Het technisch probleem rond vervoer van lading door de KLM wordt besproken tussen luchthavenbeheer en de luchtvaartmaatschappij. Dit zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, vandaag aan journalisten voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. We hebben dat besproken met KLM. Het probleem is in de belasting van de vliegtuigen op het platform. Dat is een technisch probleem. Dat wordt besproken tussen luchthavenbeheer en KLM. Ondertussen zijn we met SLM bezig om te kijken of ze meer vluchten kunnen uitvoeren om die cargo mee te nemen. Dus we zijn ermee bezig. Ik hoop dat we deze week een oplossing vinden. En ik ben ook bezig met de Nederlandse collega om te kijken hoe zij kunnen helpen om dit probleem met Schiphol op te lossen. Ramdin zegt verder dat het gesprek met de Nederlandse autoriteiten over enkele illegale Surinamers in Nederland een reguliere bespreking was. Volgens de bewindsman was het een vruchtbaar onderhoud dat niet alleen met Nederland, maar ook met België, Brazilië en de Verenigde Staten wordt gevoerd. We hebben helaas Surinamers die in het buitenland zitten iets hebben gedaan die niet kan en ze moeten terugkomen naar het land. Daar is continu overleg over. We hebben aan Nederland eerder doorgegeven dat wij bereid zijn dat overleg voor te zetten. Het gaat om een kleine groep van mensen, maar we willen wel ervoor zorgen dat wanneer ze mensen terugsturen, dat de mensen hier goed worden opgevangen. En daarover is het gesprek. Op welke wijze moet dat gebeuren? In welke mate is ondersteuning mogelijk? Zodat de mensen niet in een gat komen te vallen hier. We willen niet dat we personen die iets hebben gedaan in het buitenland hier komen en niet weten hoe ze zich verder moeten gedragen in die samenleving. De minister zegt dat Suriname ook een taak heeft om haar eigen samenleving te beschermen. Er waren dan ook voldoende redenen om het gesprek met vooral Nederland te voeren, aldus Ramdin.